Voorlezen aan kinderen is in opkomst in het opzomeren. Het brengt bewoners bij elkaar en het is leuk om te doen. In dit filmpje hebben we een paar tips die u wellicht kunnen helpen bij het voorlezen aan een groep kinderen. We hebben die tips onderverdeeld in 3 onderdelen. In de voorbereiding, het voorlezen zelf en na afloop. En misschien heeft u er wat aan. Bij mij zit de voorbereiding helaas tegenwoordig in een leesbril. Succes zit hem in de voorbereiding. Dat geldt ook voor het voorlezen aan een groep kinderen. En wellicht komen deze tips van pas. Kies een boek dat geschikt is voor de leeftijd van de kinderen. En er is voor elke leeftijd een geschikt boek. Wat zeg ik? Er zijn heel veel geschikte boeken. En als u het niet weet, vraag dan even een tip aan uw boekhandel of aan de bibliotheek. Die weten alles. Maar ook op het internet is genoeg te vinden. Tip 2. Zoek een rustige plek om voor te lezen. En maak deze gezellig met bijvoorbeeld wat kussentjes. En zorg dat de voorlezer door iedereen goed te zien is. En natuurlijk, tip 3. Oefen het verhaal een paar keer. Dan zul je zien dat je het beter kent. En dat zorgt voor een ontspannen sfeer. Je kunt de kinderen beter meenemen in het verhaal. En je kunt beter ingaan op hun reacties. Samengevat, kies een geschikt boek. Maak een leuke voorleesplek. En het allerbelangrijkste, oefen het verhaal een paar keer. Zit de voorbereiding erop, dan begint het eigenlijke werk. Het voorlezen. Tip 4. Maak contact met de kinderen en vraag of iedereen bijvoorbeeld lekker zit. Dan kan je de voorkant van het boek laten zien. En vragen of zij weten waar het boek over gaat. Nou, is er contact? Dan kan je lekker beginnen met voorlezen. Tip 5. Lees rustig en vraag aan alle kinderen of je goed te verstaan bent. Maak gebruik van je stem en je mimiek om het verhaal levendig te maken. Maar pas wel op voor overdrijving. Ik wil niet meer groot worden. En ik wil ook geen geld verdienen. Niks aan die grote mensen. Niks aan. Tip 6. Betrek de kinderen bij het verhaal. En soms reageren kinderen gewoon spontaan. Dat is leuk. Laat ze iets aanwijzen. Of vraag wat ze ergens van vonden. Of ze dat misschien zelf ook hebben meegemaakt. Samengevat, maak eerst goed contact met de kinderen. Lees rustig en zorg voor levendigheid. Betrek de kinderen bij het verhaal. En dan is het verhaaltje uit. Probeer met de kinderen het verhaal te verwerken en rond het voorlezen nog even af. Praat lekker na, zo kunnen ze het verhaal beter begrijpen en ook nieuwe begrippen leren kennen. Wat vonden ze ervan? Vonden ze het spannend? Vonden ze het leuk? Vonden ze het niet leuk? En als het verhaal nog niet uit is, hoe zou het verder gaan? Je kunt ook nog met het verhaal aan de slag door toneel te spelen, te tekenen, te zingen, te knutselen of een andere activiteit eraan te koppelen. Zo wordt het voorlezen nog leuker en levert nog meer op. En dan beginnen we om, even kijken, we beginnen dan om 1 uur. Ja? 1 uur tot de 2 uur. Ja? Volgende week woensdag. Sluit het voorlezen op een duidelijke manier af. Wordt er binnenkort bijvoorbeeld weer voorgelezen, laat dan de kinderen en hun ouders en broertjes en zusjes datum en tijd weten. Bijvoorbeeld door ze een briefje mee te geven. Samengevat, probeer na afloop met de kinderen het verhaal te verwerken. Zorg dat de kinderen en hun ouders of broers of zussen weten wanneer en waar er weer voorgelezen wordt. Meer tips over het voorlezen staan in het boekje Voorlezen aan Kinderen van Opzomer mee. Maar de gouden tip is natuurlijk, voorlezen is heel veel plezier. Voor de voorlezer en voor de kinderen.